We staan in Den Haag, in de Uithof, op de ijsbaan, waar in het verleden veel marathonschaters in de marathoncups veel strijd hebben geleverd. Maar we gaan vandaag niet schaatsen, we gaan darten. We gaan op bezoek bij de winnaar van de Wimbo World Masters afgelopen jaar en toch wel een kanon op de Eurotour. Welkom bij Road to Lakeside. Welkom bij weer een nieuwe aflevering Road to Lakeside. En zoals ik net al zei, we staan in Den Haag op een hele iconische plek. We staan in de Gouden Regenbar in Den Haag. Bij vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld is de pijler geworden. Maar we staan eigenlijk voor een ja, misschien nog wel groter talent. Best een plezier. Nou, een grote talent, dat wil ik niet zeggen. Anderhalve maand geleden, je enige Eurotour van dit jaar. Wat stond je lekker te gooien? Ja, dat ging lekker, dat had ik niet verwacht. Halve finale en... Had misschien nog meer ingezeten, maar uiteindelijk wel meer dan tevreden over het hele weekend. Was het voor jou wat makkelijker? Want je hebt natuurlijk jou vorig jaar heb je moeten vechten voor een EK-plek die je eigenlijk net niet haalde. Als zonder tourkaart. Was dat voor jou eigenlijk, nou ik ga weer naar de Eurotour en ik zie het eigenlijk wel. In plaats van, oh ik ga naar een Eurotour en het veel groter maken dan het eigenlijk is. Eigenlijk wel denk ik. Want onbewust was ik er vorig jaar toch mee bezig. Er werd toen tegen mij gezegd dat ik al geplaatst was naar die wedstrijd tegen Chisnall. Uiteindelijk kwam hij daar later wel zelf voor terug na de wedstrijd backstage. Maar die laatste wedstrijd tegen Humphrey stond natuurlijk best wel veel druk op. En uiteindelijk ging ik daar niet aan ten onder, want ik gooide een prima pot. Maar nu is het wel een stuk makkelijker gooien, zeer zeker. Als we dan even los van de PDC kijken naar jouw WDF. En dan ben ik een heel klein beetje PDC met Q-School. De WDF kan jij een hele lange dag spelen. Daar zijn we achter gekomen. Vorig jaar op de Belgium Open in Antwerpen. En afgelopen jaar op de WDF World Masters. Dat ging eigenlijk wel heel goed de hele dag. Ja, eigenlijk wel. Maar dan ga je naar Q-School. En dan ging het eigenlijk al heel snel mis. Ook de loting zat niet helemaal mee. Misschien stond er heel veel druk op. Ja, ik weet niet wat daar gebeurde eigenlijk. Het was gewoon, ik kwam daar aan en ik had heel veel vertrouwen in. Vertrouwen ook dat ik een tourkaart kon pakken, maar alles ging mis. Wat mis kon gaan dat weekend eigenlijk. Het niveau zat er niet in, slechte loting natuurlijk ook. Maar vooral, het was niet mijn week, laten we het daar maar op bouwen. Nou wordt er al vaker gezegd, Wesley heeft moeite met lange dagen. Maar dit jaar ging het eigenlijk goed op de Challenge Tour met een hele lange dag, want je won er eentje. Ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want bij jou zit het wel eens een beetje wel of niet op lange dagen. Terwijl je eigenlijk in de lokale toernooien ook een hele lange dag staat en eigenlijk weinig moeite vertoont. Ik persoonlijk heb er geen moeite mee. Maar dat wordt natuurlijk omdat je dan over een lange dag wel eens een wedstrijd verliest. Dan wordt dat al snel gezegd natuurlijk. Maar nee, ja, persoonlijk, ik heb daar niet meer moeite mee. Alleen twee toernooien op een dag kan best zwaar zijn. En als je dan het eerste toernooi wint, net als dat ik de laatste weekend had van de vrijdag. En dan moet je binnen 5 minuten moet je alweer aan het andere toernooi beginnen. Terwijl je eigenlijk nog vol adrenaline zit van je eerste toernooi. En dat is wel lastig. Vind je dat moeilijk? Van Challenge Tour is natuurlijk een hele, hele lange dag. Moeilijk, dat is een groot woord. Maar het is, hoe moet ik dat uitleggen? Het is anders. Het is anders dan WDF. Het is anders, want je speelt twee toernooien op een dag natuurlijk. En je focust je eigen eerst op het eerste toernooi. En dan, en zeker als je hem wint, dan moet je er al gelijk weer staan. En dat is gewoon soms best wel moeilijk. Komt dat ook omdat jij speelt heel veel lokaal, je pakt alles mee wat je meepakken kan? Vaak wel, ja. Is het dan ook het verschil tussen de PDC en de andere toernooien wel eens groter, dat je daar moet aan wennen? Het is een stuk stiller daar? Nee, daar heb ik niet zoveel last van eigenlijk, nee. Nee, ja, mij maakt het niet uit of er nou herrie is op de achtergrond of ik ben gewoon gefocust op bord en dan voor de rest. Je gaat natuurlijk naar Lakeside toe, daar ben jij geplaatst te spelen, dus jij mag pas in de tweede ronde beginnen. Zie je dat als een voordeel? Ik weet het niet eigenlijk. Voor mij is het natuurlijk de allereerste keer, dus ik zal best wel in het begin misschien wat gespannen zijn. Maar ik denk, ja, ik weet niet of het voordeel is. De mensen die niet geplaatst zijn, hebben natuurlijk al een wedstrijd gegooid. En dat kan misschien ook wel weer een nadeel zijn voor mij. Ja. Voor hun een voordeel zijn inderdaad. Voor mij, gevoel maakt niet uit, want het is wel een WK. Zoals ik zeg, mijn eerste WK, maar voor de rest. Ik voel me eigenlijk altijd lekker op mijn podium. Dus. Snap ik. En voel je altijd lekker op het podium? En dat moet een enorm voordeel zijn natuurlijk op Lakeside. Het is misschien wel een WK, maar als we jouw podiumwedstrijden vergelijken met jouw vloerwedstrijden, dat is misschien het ene en het andere uiterste af en toe. Soms wel, ja. Soms zeer zeker, ja. En ik probeer daar, de laatste tijd op vloer gaat wel prima. Maar ik heb inderdaad wel een periode gehad dat ik op het podium echt heel goed was en op de vloer wat minder. Ik hoop dat ik mijn voordeel eruit kan trekken op de Lakeside. Nou Wesley, dan hebben wij nog wat voor jou.
Ja, Wesley, jij gaat natuurlijk naar Lakeside. Maar wij hebben voor elke speler hebben wij een verrassing geregeld. Dus kijk en luister. Hey, Pleissie. Heel veel succes, jongen. Lang genoeg om te wachten, denk ik. Maar goede voorbereiding. Zet hem op. En bovenal, geniet van je vrije dagen. Hansie gaat nog even werken. Hoi, Wes. Ik wil jou ontzettend veel succes wensen op de Lakeside. Laat maar zien wat je bij de Super League ook altijd doet. Succes, maat. Hallo Wesley, grote vriend van me. Succes op de Lakeside. Het is geen challenge tour, je speelt maar één potje per dag als het goed is. En daar ben je de allerbeste in, dat heb je al laten zien op de Eurotour. En ik verwacht dat je heel veel leuke dingen gaat laten zien. Succes Wes. Leuk man. Dan zien we eigenlijk het kliekje met jou erbij. De vier rond Rotterdam. Ben jij leuk? Ja, leuk. Ja, wat betekenen deze mensen voor jou? Ja, laten we beginnen met Patrick van der Boogaard. Je hebt een week modus met hem gespeeld, waar hij je toch niet vaak klop gaf. Maar toen het erop aankwam, toch wel een langste eind trok. Het was een beetje 50-50 hè, tussen ons. De ene dag won ik, de andere dag won hij. Maar ik heb gewoon een hele goede band met die jongen en met allemaal eigenlijk. Zien we graag weer terugkomen op de Tour? Ja, heel graag eigenlijk wel, ja. Kijk, die jongen die kent natuurlijk hartstikke goed dat en zit er nog steeds in. Dat heeft hij wel bewezen op de modus. Maar ik begrijp zijn keuze ook, zeer zeker. Andere, de tweede, Damien Mol, de tourkaarthouder. Heeft het heel moeilijk gehad de afgelopen anderhalf jaar. Heb jij hem daar nog iets in kunnen ondersteunen? Ja, ik gooi het natuurlijk geen pro toe, dus ja. Maar ik heb natuurlijk best wel veel met die jongen getraind. En wij zijn best wel goed met elkaar, dus we praten best wel veel met elkaar. Maar echt ondersteunen, ik zou niet weten hoe. En dan de laatste, misschien wel de leider van de bende van ellende, Danny van Trijp. Daar heb jij heel veel mee opgetrokken, hè, voordat hij een tourkaart pakte. Daar echt heel veel. Overal mee naartoe. Dat is een van mijn beste maten in darten. Schildert dat hij ook heel veel lokale toernooien gooit? Dat je heel vaak samen er naartoe kan. Je klikt natuurlijk heel, heel goed met hem. Ik denk dat dat ook wel een van de dingen is. Hij is een van de weinigen die ook sterk darts. En al die andere toernooien gooit, zeg maar hier zo in de regio. En Damien en Patrick doen dat wat minder. Dus dan trek je al gauw met elkaar op. En koppeltjes gooien. Leuke jongen ook in de omgang. Ja. Wat vind je ervan dat je vrienden dit voor jou hebben gedaan? Ja, leuk. Ja. Zeker. Dan is het tijd voor de dilemma's. Ben je er klaar voor? Nee, eigenlijk niet. We gaan toch naar het dakbord toe. Ja, Wesley. Je niet klaar was voor de dilemma's, maar we gaan ze toch doen. Daar komt ie. Dubbel 20 of dubbel 16? Dubbel 16. Koppels of singles? Singles. Een 39 gooien in de wedstrijd verliezen of een 170 finish in de wedstrijd winnen? 170 in de wedstrijd winnen. WDF of PDC? PDC. Danny van Trijp of Wesley van Trijp? Danny van Trijp. Danny van Trijp of Damien Mol? Die is moeilijk. daar kan ik niet tussen kiezen. Stack darts of NDB-rankings? NDB-rankings. Thuis of onderweg? Onderweg. Een moeilijke. Zingen of playbacken? Zingen. Michael van Gerwen of Raymond van Barneveld? Raymond van Barneveld. Lex of Sets? Dat is wel een goede vraag. Ik denk Sets. Daar moest je lang over nadenken. Dat waren ze ook. Toch Sets? Ja, ik heb niet zo vaak sets gegooid, dus voor mij, weet je wat het is? Als je sets speelt en bij wijze van spreken je verliest de eerste 9 legs, zijn we 3-0 achter. En als je 9-0 achterkomt, dan ga je die moeite maken. Andere waar je lang over na moest denken, Danny van Trijp of Damien Mol? Ja, maar die keuze kan ik niet maken. Dat is twee goede maten voor mij, dus nee. Hey, snap ik. Wesley, bedankt voor de dilemma's. Yes, geen probleem. Ja, Wesley. We hebben altijd twee eindvragen. De eerste is Q-School 2024. Tourkaartje? Ik hoop het wel. Zit wel in de planning. En de tweede vraag is, na de tweede ronde, sta jij voor mijn microfoon als winnaar? Dat hoop ik wel. Hoop ik wel. Dat gaan we zien. Daar gaan we voor. Bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe aflevering van Road to Lakeside. Dit was de ene laatste. Volgende week komt een special online. Ga er zeker voor kijken. Laat een blauw duimpje achter op het YouTube-kanaal. En abonneer je op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. En dan zien we jullie bij de volgende Road to Lakeside. Hallo. Joehoe. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je op ons YouTube-kanaal.
Wil jij meer van dit soort vette content zien? Neem contact met ons op voor een eventuele samenwerking om nog veel meer van deze mooie series te maken.